En welkom Hans. Dank Zoals altijd, maar vandaag een extra welkom aan je. Hans Kraaij junior van 22 december 1959. Ja. En dan kun je, als ze naar je gezicht kijken, zien ze dan dat je vandaag 45 bent geworden. Gefeliciteerd ermee. Dank je wel. Nee, mooi, 60ste verjaardag. Ja, toch? Ja, ja. Ja, 60ste verjaardag. En ik wil je feliciteren, dat hebben de anderen hier al gedaan. Maar er zijn nog wel wat meer mensen die dat even willen doen. Kijk maar even mee. Nou, Hans, van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Jij bent wel een voorbeeld van dat 60 het nieuwe 50 is. Lieve, lieve, lieve Hans. Ja, natuurlijk, wij hier met z'n allen. Ja, dat wil ik zeggen. Hansie, 60. We hadden het nooit verwacht dat je het zou halen. Maar het is gelukt. En er is geen eretribune hetzelfde als jij er niet bij bent. Kortom, de zaterdagavond wordt sjeuiger, leuker, gezelliger als jij op locatie bent. Hansie, zet jij je het allerbeste. Nog een jaartje of 10, 20, 30 misschien wel. Oude gozer, gefeliciteerd met je 60ste verjaardag en ik zie je snel. Hey Hansie, al tikken. Gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Een hele fijne dag en je weet dat je een topgozer. En we zien elkaar snel. Ciao, ciao. Hi Hans, gefeliciteerd. Ik wens jouw gezondheid heel veel geluk en jouw Duits is fantastisch. Fijn dag nog. Jonge, oude Kraaij, 60 jaar. Ja, zo zie je er ook wel uit, moet ik zeggen. Van harte gefeliciteerd. Ik wens je een fijne dag. Ik hoop dat je veel mooie cadeautjes krijgt van je vrouw. En op naar de 70. Maak er wat moois van. Ook namens de club. Gefeliciteerd alvast, Hans. Ja, dankjewel, Mark. Eigenlijk is Hans Kraaij in bijna alle opzichten mijn grote voorbeeld. Hij kan geweldig presenteren, hij kan geweldig interviewen, hij beheerst zijn talen. Maar eigenlijk is Hans vooral mijn grote voorbeeld als het gaat wat hij allemaal voor en vooral ook tijdens zijn voetbalcarrière heeft uitgesproken. Wat hij allemaal heeft gedaan met vrouwen, dat is echt allemaal mijn verhaal. Hansie, oude zakkenvuller dat je er bent. Iedere uitzending met jou is natuurlijk één groot feest om te doen. Maar ja, 60 jaar worden, dat is helemaal feest. Hansie, Hansie, Hans. Ik wil jou alvast van harte feliciteren met je 60ste verjaardag. Al zie je er niet zo uit. Maar het gebeurt toch echt. 60 jaar. Beste Hans, gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. We weten dat je dit ontzettend leuk vindt. Dus geniet ervan vandaag. Ik hoop dat ik op mijn 60ste net zo uitzie zoals jij. Hey Hans, 60 jaar. Godverdomme, gaat de tijd snel man. Hey. Maar gefeliciteerd jongen. Na heel veel jaren erbij. Mooi zo doorgaan. Maak er wat van. Maak er een prachtige dag van. Groetjes van Henk. Hoi. Hey Hans, gefeliciteerd met je 85ste verjaardag. Hopelijk kom ik je nog een paar keer tegen. Groetjes van mij. Hans, Hansie voor de kennis. 60 jaar. Jongen, geweldig. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van met je gezin. En alvast fijne kerstdagen. En een heel gelukkig, gezond en succesvol 2020. Franzi, lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja. Mooi hoor. Mooi hoor. Gefeliciteerd nogmaals, Hans. Kijk, kijk. Reineke. Kijk eens. Zo. Nu is je dag sowieso al helemaal goed. Toen zag ik er ouder uit dan nu. Goeie foto. Goeie foto. Zie je dat? Wat een mooie foto, Hans. Goeie foto. Ja. Te gaan leren. Hé, blazen. Oh. Ja. Weet je wat ik zo jammer vind van die filmpjes allemaal? Nou. Dat niemand zei dat ik 60 ben geworden. Nee. Jij probeert dat altijd heel goed verborgen te houden. Of dat ze het niet meende. Nee, superleuk. Superleuk, superleuk. Ja. Niet de minste. Er zitten een paar echte voetballers tussen. Ja. Nou, heel mooi. Dank je wel. Ja, we hadden aan het begin van de uitzending wat felicitaties. Maar we zijn nog niet klaar, hoor. Kijk maar. Want er zijn nog wat meer mensen, Hans, die wat willen zeggen. Okay. Hans, ik denk dat jij heel veel felicitaties krijgt, maar dat je met name op deze felicitatie hebt zitten wachten van jouw grote vrienden hier van Veronica en Seid. Namens mij natuurlijk ontzettend van harte gefeliciteerd. Pas 60 jaar, heb je het over, maar ik denk dat de mannen er ook wel iets over kwijt willen, toch, Hansie? Hello, Hans. How are you? I hope you miss about me. Yes, but I know you have a serious day in your life. This is birthday. And yes, you are not the best guy in the world. Your sense of humor not so good. And you also, you don't know difference between sack and sack. Yes, and your English also so bad. But in any case, you have a fantastic charisma, fantastic
improvement and fantastic feeling from you. Yes, I wish you all the best. Als Hans 60 wordt vandaag, dan spreek ik de hoop uit dat hij zich nu ook eens een keer als een volwassen man gaat gedragen. Want als je 24 bent, dan doe je qua jongensachtige dingen. Maar Hans deed op zijn 59ste ook nog. Ja. Dus laten we met z'n allen hopen en laat Hans het zich voornemen. 60, nou is de grote jongen. En nou roept hij ook nooit meer paardenlul. Nee. I know you don't understand very good football, but you have a future. You can improve your level. But in any case, happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year. I already miss about you. Welcome to Russia, and Russia also good country, like Holland. All the best. Maar in je doen en laten ben je eigenlijk nog net zo jong als toen ik je kende. Dat was een jaar of 12, 17 in die periode. Dus ik wens je vandaag een hele fijne dag. Deze is voor jou. We hebben 5 jaar lang aan tafel gezeten, zondagmorgen om 10 uur tot de klok van 11:30. En steeds dachten mensen, gaat dat wel goed? Natuurlijk gaat het goed tussen Hans Kraaij junior en mij. Want Hans, vakmanschap, dat heb jij. Onderschat dat niet, ook zelf niet. Want soms heb je wel die twijfel, die we allemaal kennen. Al die jaren heb ik met je mogen samenwerken, met de hele familie Kraaij mogen samenwerken. Ik heb er nooit spijt van. Gefeliciteerd. Voor alles en iedereen om je heen. Dank je, Hans. Jan, wil jij nog iets tegen hem zeggen? Ik wil alleen tegen Hansje zeggen dat hij lekker zichzelf moet blijven. Zo en is het. En dat hij 3 hier blijven laten lullen. Hansje, gefeliciteerd met je verjaardag. Zo is het, Jan. Zo is het. Nou, dames en heren, applaus. Hans, 60 jaar. Top show. Ja, Jan heeft wel gelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Dankjewel, Reineke. Kees, Kees heeft gewoon zoveel voor ons privé betekend de afgelopen tijd. Los van de 5 jaar dat ik hier heb gezeten. Rond het overlijden van mijn vader en mijn moeder. Kees, ongelooflijk wat jij allemaal gedaan hebt voor ons. Dankjewel.